Het hoofd van de afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de vele vechtpartijen van jeugdigen waarmee de samenleving steeds wordt geconfronteerd. Zij deed een oproep naar zowel de ouders als de jeugdigen. Een fenomeen waarmee jeugdzaken te doen krijgt zijn de jeugdigen die vechten. Er doen zich gevallen voor waarbij er wordt gevochten met messen, met scharen, waarbij andere letsels worden aangebracht. Het zijn nou licht of zwaar. Het lastige dat er is, niemand schreeuwt de ander. Ieder zit aan te vuren van een fitty-kiering met de nodige gevolgen. De filmpjes worden dan op Facebook verspreid en je begrijpt, uw kind is slachtoffer, u bent aan het werk en u kreeg plotseling zo'n filmpje te zien, wat het niet allemaal teweeg kan brengen. Een boodschap die we hebben naar de ouders toe, let extra op uw kind. Gaat uw kind in huis, controleer hun schooltas. Controleer als er geen scherpe voorwerpen in hun tas zitten. Aan de jeugdigen wil ik zeggen, vermijd escalaties. Hang niet de stoere uit, daag een ander niet uit, want je weet niet wat die ander kan. Een moment van onderdachtzaamheid kan leiden tot ernstig letsels of de dood van een ander of van jezelf. Een ander punt dat ik ook wil maken, stuur geen naakte foto's voor wie dan ook. Laat geen naakte foto's van jou maken en laat er ook geen seksfilmpjes van jou maken. Want wanneer het probleem komt, moet de politie dan gaan toveren om te kijken wie eerst verstuurd heeft, voor wie. En het begrijp, het gaat dan tijd nemen. Maar intussen bent u al schaakmat gezet.